Hi, jij daar. En welkom. We zijn vandaag hier in Almelo, want ze hebben een nieuwe outdoor fitness. We gaan kijken of de jongeren goed sportief zijn. Gaan jullie mee? Wat hier vandaag allemaal gebeurd is, we hebben een opening van de sportvelden. We hebben daar afgelopen jaar een sponsorloop voor gedaan. En ja, nu is het eindelijk zover het staat. En nu krijgen we de officiële opening. Over de sponsorloop, ik vond het wel leuk, want het was heel groot georganiseerd. En er was eten en drinken en er was hele leuke muziek. En eigenlijk hield de jongeren van het terrein deden mee en jongeren van de school zelf. Dus er was wel in ieder geval veel motivatie voor. Nou, de reden dat jongeren een outdoor fitness zouden hebben is omdat er binnen vrij weinig gebruik van werd gemaakt. En het ook wel eens leuk is om in de zomer buiten te fitnessen zonder dat het zo warm is binnen. Voor onze eindstage moesten wij een innovatief plan schrijven. Ja. Dus wij twee met nog twee andere sportstagiaires hebben toen bedacht om het met z'n allen aan te pakken. Iets groters. Ja, en toen hebben we eigenlijk het fitnessplan, dit wat hier nu allemaal staat, hebben we met z'n viertjes bedacht. En eerst hebben we gekeken naar de fondsenwerving, hoe dit allemaal in elkaar steekt. Daarna hebben we sponsoren gezocht voor dit buitenfitness. En een aantal jaren later is het toch tot stand gekomen, dus dat is wel echt superleuk. Nou, als verpleegkundig specialist in opleiding vind ik heel belangrijk dat de jongeren bewegen. Bewegen is goed voor de mentale gezondheid en natuurlijk ook voor het lichaam. Wij zagen dat de kinderen toen we tekort aan vitamine D hadden en in gewicht aankwamen. En door dit mooie fitnesstuin willen we de kinderen meer in beweging krijgen. En dat ze zich beter in hun vel komen te zitten. Nou, het is denk ik heel goed ook voor de groepen en voor de jeugd om hier inderdaad in ieder geval bezig te kunnen. Het zorgt er hopelijk ook voor dat ze minder snel weer achter de pc of dergelijke kruipen. En dat ze hier een mooie sportterreinen hebben om toch echt wat te kunnen. Voor de rest zie je toch wel dat de jongeren na schooltijd veel gebruik maken van dit terrein. Als teammanager ben ik heel blij dat dit er is. Want naast behandelen, communiceren, eten, drinken, naar school toe gaan, is een goede vrije tijdsinvulling super belangrijk. Kinderen zijn er blij mee. Groepsleidingen zie ik ook soms hier gaan voetballen met de jongeren. Dus het is goed ontvangen. Het is voor iedereen belangrijk om in beweging te zijn. Ook al heb je geen overgewicht. Maar voor je bloedvaten en voor je conditie is het voor iedereen belangrijk en voor je hart om goed in beweging te zijn. Dus ik nodig iedereen uit om hier gebruik van te maken. Ja, ik zou bij deze dan ook heel graag alle bedrijven, alle fondsen, alle jongeren heel erg willen bedanken voor de inzet en het geld wat ze vrij hebben weten te maken om dit te realiseren. Ik weet ook dat onze kinderen daar groot plezier mee gedaan worden, dus bij deze ontzettend bedankt allemaal en ik kan niet meer dan waardering daarover uitspreken over wat hier neergezet is. Dankjewel allemaal. Zo, ik heb heel veel gesport. Heb je ook nog vragen? Mail dan redactie@turijn.nl en wij regelen de rest.